had Kester gelijk, maar hij zei ook, ze kunnen levensgevaarlijk zijn en dat zijn we gewend van het Bulgaarse voetbal. Spelbos met Kees Kist die de diepte ingaat. En dan zeer slecht weggewerkt door Gantjarov. Nikolov kan uitverdedigen. Nikolov richting Voinov. Niegaard terug op Kees Kist. Kees Kist dus terug in het basisteam van AZ dankzij die blessure, die heupblessure van Nico Jonker, Hovenkamp. Ruimte nu voor een voorzet. Gaat alleen op avontuur, Bart Balt scherp voorgetrokken, slecht weggewerkt door Panov, ingeschoten door Kist en Deltje. Die bal houdt Kist zeer ver in, kan terugspelen op Pier Tol en dan lijkt het op buitenspel, maar hij mag doorgaan, Kees Kist. Zet daar een goede paas op Veldsel en daar had de Oostenrijker moeten scoren. En dat na zo'n bijna 10 minuten spelen, u ziet dat hij grijpt naar zijn hoofd, wat een riante mogelijkheid laat voort wel voor de topscorer van de Eredivisie hier liggen. Dat moment gaan we nog eens in de herhaling bekijken. Kees Kist worstelt zich daar langs. Balevski, de vrije man. Hij ziet het gat. Uitstekend op Koert Welfel. Maar een fantastische redding van Deltje. Opnieuw aan zet. Niegaard in het spel gebracht door Spelbos. En daar een fantastische paas op Piertol. En dit wordt niet 1-0. Bal in het zijnet. Wat een ongekende mogelijkheid was dit. 20 minuten waren er bijna gespeeld. En dit was een van die geweldige pases van de Deen Kirsten Niegaard. Geen buitenspel. Tol gaat er langs. En dan, ja, net verkeerd geraakt, bal in het zijne. AZ stoept steeds die verdediging naar terugvallende middenvelders, zoals Jan Peters dat vaak en zeer veelvuldig doet. Niegaard nu, richting Kees Kist, maar Gantjarov zat daar tussen. En dan steekt Eschweiler de hand omhoog. Hij heeft duidelijk gezien dat er een overtreding is gemaakt. De hand gaat omhoog, in geval van obstructie. Dan probeert hij het weer inkomen. En nu kan het afstandsschot van Kees Kist komen. En het is tegen de paal. Maar hij heeft buitenspel geconstateerd van Welsel en Jan Peters. Maar het was Kees Kist in zijn beste dagen. Nog eenmaal die vrije schot van Kees Kist. Dwars door de muur heen op de paal. Kist. Dat doet hij erg goed, Kees Kist. Dat strafschopgebied in. Brengt die bal nu voor daar op Peter Arends en dan kan Nikolov, die werkt de bal rustig over de achterlijn ten koste van een hoekschop. En dat na 27 minuten spelen, dat moment nog eens in de herhaling hoe Kees Kist zich daar werkelijk goochelt langs een paar verdedigers. Dan komt Peter Arends in, maar hij mist. Nikolov. Makkelijk daar langs Pier Tol, er is geen AZ-speler die nu aanvalt. We laten nu Levski rustig komen en dan kan Bartsov inschieten en dat gaat maar raken links naast. Nog een kleine 5 minuten in de eerste helft zijn de spelers. Van der Meer hier de bal op Peter Arends plaats. Welsel, Welsel met Niegaard. Welsel wat strafschopgebied in. En dat scheelde maar enige centimeters. Dat AZ hier bijna in de eerste helft toch verrassend dan op een 1-0 voorsprong was gekomen. Dat moment in de herhaling. Het fantastische balletje van Niegaard. En dan inderdaad centimeters naast het doel van Deltje. Baan of poosje gaan, maar Arends had dat gezien. Vandaar dat Peters terug speelt op Metgod. Kist, aangevallen nu door de nieuwe man die in de tweede helft in het veld is gekomen. Koerdov, en hij vervangt Stanchev in deze tweede helft. Niegaard richting Welsel, een uitstekende paas door Koert Welsel in de eerste minuut van de tweede helft. Brengt de bal de Kist en dat wordt 1-0 voor AZ. Wat een geweldig mooie aanval van AZ en een applaudiserende coach George Kessler met naast hem Hans Eikenbroek. En dit is dat moment nog een keer terug. Welsel brengt de bal voor en Kist scoort. 1-0 voor AZ. Vandaar dat AZ die vrije schot meekrijgt na ruim 5 minuten spelen in de tweede helft. Een hakballetje van Hovenkamp op Niegaard. Peters gaat het centrum in. Zoekt daarna Pier Tol. Nu Jan Peters, randstrafschopgebied. Naar Koert Welsel. 1-2 met Peters en een goede redding van Deltjev. En de bal gaat niet over de achterlijn. Op dit moment wel door Nikolov wordt hij over de achterlijn gewerkt. En we krijgen een hoekschop voor AZ. Inderdaad ruim 5 minuten spelen in de tweede helft. Maar het was een prachtige aanval met Jan Peters, Koert Welsel. En dan kan Peters inschieten, maar Deltje redt.
Hij was bijna bij die gelijkmaker en bedient Vanoff nu met een uitstekende paas. En AZ moet nu wel op zijn teller gaan passen. Spasov gaat daar langs Arendt heen en gaat daar langs met God heen. Nog steeds Spasov wordt daar neergelegd en dat doet Eschweiler. Eschweiler doet inderdaad, Eschweiler bestraft die overtreding van Spelbos tegenover Spasov. Met een strafschop en dat na ruim 7 minuten spelen in de tweede helft. Een strafschop voor Levski Spartak. En dat moment nog even terug. Daar soleert Spasov. En daar komt de tackle van Spelbos. Inderdaad, het is een vraagteken. Was dit een strafschop? Maar Eschweiler besluit. Dit is een penalty. Trouwens, de spelers van AZ protesteerden niet al te hevig. En op dit moment kan ik niet zien wie die penalty gaat nemen. Het lijkt mij de man met nummer 8, Spasov. Inderdaad, oog in oog met Eddy Breitel. En hij scoort. En na 8 minuten en 20 seconden is de stand hier in Sofia 1-1. Opnieuw nog die penalty in de herhaling van Spasov. Hij maakt een schijnbeweging. Breitel koos de goede hoek, maar het is wel een doelpunt. Maar in deze slotfase, eigenlijk de hele tweede helft, op de eerste 10 minuten na, is het initiatief aan de thuisclub, aan Levski Spartak, dat duidelijk toch beter kan voetballen dan men had verwacht en waarschijnlijk ook Sjors Kester. Opnieuw een actie van Spasov. Voinov is het. Arends miste, mogelijkheden voor Paanhoff. Hij loopt zich daar vast. Terecht. Op een keer in dat moment. En laat hij gewoon vallen en daarom kan Arendt de bal spelen op.